leuke visie. Dan mogen je niet abonneren. En morgen zijn we weer. Welkom in deze avondvideo van Polestar. We gaan een beetje wandelen in de avond. Een beetje uitblazen. Hier liggen echt super veel boten, dat wil ik echt weten. Verschillende boten, eigenlijk ook echt een mooie boten. Echt wel geld kost een boot. En ook voor die te liggen denk ik ook wel, dat je wel hebt betaald. We kunnen nog niet gemakkelijk door. Ik zeg, omdat alles van zomerrit nog zo staat. En ik weet niet of we daar nu al door kunnen of niet. Want als we er helemaal rond moeten gaan. De bedoeling is eigenlijk dat we helemaal zo en dat we daar dan terechtkomen eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje het doel. Hier heb je dan de jachthaven. Zo'n mooie boot. Vooral die vind ik ook een heel mooi, die houten boot. Het water is echt laag. Je kunt dat ook goed zien dat het water echt laag staat. Denk ik door. Kijk. Het is hier wel mooi. Roeven lag die. Daarom ze hebben dat echt al vernieuwd dat er meer. Dat is echt wel mooi gedaan. Daar staat nog steeds het podium. Zomaar het. Allee, al respect daarin, maar heel veel, moet ik zeggen, van die confetti. Ik heb er dus overal al licht, ik heb er overal één. Kijk, zoals ik hier bijvoorbeeld. Dus hoeveel is er van die confetti uiteindelijk in de Zeeland? Dat is de vraag. Dat is echt normaal. Dat is geen keer die punt of zo, maar dat is gewoon een feit. Echt mooie boten. Prachtig. Je kunt zo goed zien wat er dat is. Daar allemaal. Wauw. Zo, we zijn nu weer buiten aan het wandelen. Ik vind het wel spannend, want ja, je weet dat er weg tegenkomt. Dus gaan we naar de pier. Is recht. De winkelstad is echt gewoon verlaten nu. Dus het heeft ook geregend, heb ik gezien, want de mensen hadden last aan, dat heb ik ook allemaal niet gezien. Dus ja, het is altijd wel een beetje spannend als je hier wandelt natuurlijk. Maar dat moet je erbij pakken. Ik heb een lange broek aangedaan, zodat ik alles mooi in de zak kan wegsteken, zodat ze zeker en vast niks waardevols kunnen stelen. Buiten de camera, maar dat zou moeten lukken. Dus ik hou jullie heel goed vast. Dus dat zullen jullie niet kunnen pikken. Want dat zou wel jammer zijn natuurlijk. Hè. Zo. Ik neem. Oh man. Hier heb je dus, ja, alles is gesloten. Maar ja, ik moet sowieso morgen zeker eens kijken voor een crème. Want dat verandert het echt heel pijn. Dat is normaal. We gaan even een beetje wandelen en we zien wel wat we uitkomen. Dus sowieso doen we de pier ook nog, want dat vind ik wel leuk. Maar van de middag wil ik die wel doen, ben ik nu waar daar ook. Maar het probleem is, ik mag niet zoveel in de zon op, want dan kan ik een zonneslag krijgen. Dus hier is dat zo'n mooi standbeeld. Dus ik moet wachten. Zo,
staat ook een plaatje op. Dat is, nee, dus dan moet je het gewoon zelf een beetje bedenken. Want hier, wat ik eigenlijk zoek, mensen, ik weet niet of je mij kunt helpen, natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk zoek, is zo'n bankje, volledig van steen gemaakt, echt heel iets moois. Dat zoek ik nu eigenlijk al van, toch wel 6 jaar, ongeveer. Ik heb het nog steeds niet gevonden op het plan. Daar staat het eigenlijk ook niet echt op. Staat wel van dat je het kunt bezichtigen, maar dat is ook alles. Dus ja, dan moet er ergens zijn. Het eerste wat ik dacht was een station, omdat dat toch wel heel toeristisch is. Maar daar was het niet waar ik mee gaan kijken. Dus ja. En dan zou je zeggen, ja, kijk eens op Google voor te vinden. Ja, maar de internet was hier niet zo goed aan de zee. Dus dat is ook niet zo een zeer goed idee. Dus ja, we hebben het nog niet gevonden. Helaas. Dus hoe lopen wij eigenlijk hier? Het zou wel heel donker zijn, de beelden, maar ik vind het zo echt hier zo. Echt zo vlak hierachter ligt de zeedijk. Dus wij lopen hier ongeveer. Dus, het heeft een goede bui gedaan, blijkt. Dat is ook wel mooi. Parking. Ja, werken. Zijn ze hier goed aan het doen. Ik werk. Ik ga het overal. Vuurwerk. Zie ik. Wordt vuurwerk afgestoken. Kijk er verder. Vuurwerk. Ik weet niet welke gelegenheid dat is, maar. Er wordt vuurwerk afgestoken. Voor wat dat weet. Hier wil ik opgaan, maar zoals je kunt zien, het is er veel donker. Dus dat gaan we niet doen. En daar heb je de kanten van Sea Life. De dingen dus allemaal. We gaan echt eens tot daar wandelen en dan komen we nog steeds terug. Ik heb ook weer lieve fans ontmoet. Altijd heel leuk als je fans kunt ontmoeten. Want ja, die doen toch zoveel voor jou. En dat is altijd heel leuk om die dan te kunnen zien. En ik heb er allemaal geen probleem mee om die even aan te spreken. Omdat dat daar is. En of we daar omhoog kunnen. Ik denk het niet. We gaan helemaal zusje terug. De zekerheid. En dan gaan we naar de dijk. Ik hoop dat je daar mij ook kunt zien. Ik ga misschien de gsm pakken om mij te kunnen zien. Kijk, hier zo. Nu lopen we naar de pier. Daar gaat het zeer donker zijn. Sowieso gaat het daar heel donker zijn, omdat ja, er is geen licht. Al die krevels. Zalig. Gewoon zalig. Dat is niet normaal. Hier ligt een heel bos achter. Zeebos. Achter. Eigenlijk hier zo. En dat zijn die, zitten daar. Dus, de pier moet ik gedaan hebben, dat is een van mijn favorieten. Eigenlijk waar ik heel graag naartoe ga. Maar ik denk wel, we zullen wel moeten bijstellen met die gsm. Dat je mij anders niet gaat zien. Omdat het ook raar zijn. Dus,
gewoon de lampjes in de zee. Ik weet niet of je ze gaat zien, maar ik zie ze wel. Nee, jullie zien ze niet in de camera. En daar heb je de pier. Je ziet, het is echt pikken donker nu. En dat is dat ding waar ik het over heb. Maar daar kunnen we niet mee doorlopen, want dan is hier geen steek. Dus daar dan. Dus, we gaan. We gaan richting de pier wandelen. Het is altijd heel leuk om eens een keer te beleven. Ik kan heel veel. Als ik hier kom in Blankenbergen, dan ga ik meestal naar de pier. Altijd. Een van mijn favoriete plaatsen. Dus gaan we dat deze keer ook doen. Ze zijn hem aan het verbouwen namelijk, bij de brug. Zijn ze namelijk aan het verbouwen. Maar het gaat nog. Ik word een beetje eng. Maar goed. Dan jullie me straks niet meer gaan zien. Dus we zijn hier dus wel bijna op de pier. Aan de pier. Je ziet mij natuurlijk niet zo goed. Dat het hier pikken donker is. Ik hoor wel muziek en zo. Ik denk dat jij ook hoort. En daar heb je echt iets. Dus daar is de haven. Dus, dat is echt wel. Wauw. Even plaatsen wat mijn licht. Dat je ziet, ik ben aangekomen. Voor de zee. Hier zijn ik dan. Schoon, hè. Helemaal aan deze kant. Ja, het is een beetje aan het regenen. Dus, we zijn er. Al die lichtjes. Wauw. En daar is het dijk. Dus we zijn nu aan het wandelen echt op de pier. Maar omdat het zo donker is, ziet je me niet. Zo. Deze gaat niet zo snel omdat ik een andere broek aan heb. We zijn weer op het strand. Dus wij lopen nu hier op het strand nog. Ik ben ondertussen aan het vertellen met mijn oma. En wij lopen hier op de zeedijk momenteel. Ik heb daar leuke muziekclipjes opgenomen. Dus je die wilt checken op Bolstar. Op TikTok kan je ze terugvinden. Het was echt super leuk om eventjes dat te doen. Dus en hier heb je wat speeltuigjes voor de kinderen als je daar gaat drinken. Kan je daarop. Dus, en de dijk is echt zo muisstil. Dat is eigenlijk wel leuk, want dan kun je gedachten een beetje verzetten. En ook alle prikkeltjes zo een beetje uitzetten. En dat is ook wel leuk eigenlijk. Straks gaan we naar het hotel, sowieso, want ik blijf niet zo heel lang meer rondlopen. Maar dat is wel leuk natuurlijk, dat we nog even deze wandeling kunnen maken. En dan is het ook wel wat rustiger. Wat cooler. Mag ik op je vlog? Ja. Ik wil er ook op. Yo. Ja, en ze knol hier. Blijf in Blankenbergen. Ja, ik laat mensen gewoon. Dus ik hoop dat erop staan, mensen. Voilà, ze op de vlog willen waarom niet, hè? Dus, en we zijn nog altijd zeemeer, we zijn nog altijd wakker.
ik weet niet wanneer die gaan slapen, maar die zijn altijd wakker. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel last van. Dus, totaal. Ik, hier waren we van de middag ook aan het wandelen. En dan zegt, ik kom echt helemaal vandaar. Dus we zijn al een tijdje aan het wandelen. Dus dit is het stadhuis van vroeger. Dus hier was vroeger het stadhuis. Je ziet niet zo goed omdat het donker is. Maar dit is het oude stadhuis. Ook wel een heel mooi pronkstuk. Eigenlijk, we lopen nu in de winkelstraat, maar het is echt wel donker. Er zijn ook nog wat mensen rond en zo. Maar het is wel vrij donker. En hier is echt zo'n mooie toren, maar die ga ik jullie morgen laten zien. Want je gaat dat nu niet zien, omdat het te donker is. Dus vond je dit een leuke video? Zeg een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Dus we zijn hier dus wel bijna op de pier. Aan de pier. Je ziet mij natuurlijk niet zo goed. Omdat het hier pikken donker is. Maar ik hoor wel muziek en zo. Ik denk dat je ook hoort. En daar heb je echt iets. Dus daar is de haven. Dus, even plaatsen wat meer licht. Dat je ziet, ik ben aangekomen. Hoort de zee. Ja. Hier zijn ik dan. Schoon, hè. Helemaal aan deze kant. Ja, het is een beetje aan het regenen. Dus, we zijn er.